Welkom, dames en heren. Dames en heren, dit is een filmpje van TEDx Amsterdam, een paar jaar geleden. En het geeft aan twee hemisferen, dat heet, je kent de bovenkant van de hersenen. En als die goed functioneren, dan heb je eigenlijk geen probleem. Maar het is natuurlijk anders als je ouder wordt. En daar ga ik u vandaag iets over vertellen dan, over de ziekte van Alzheimer, wat de ideeën zijn. En als het goed is, ga ik nu naar de tweede dia. Ja. En als het goed is, doet het ook. Dus ja, veroudering, zoals ik reeds zei, is de meest relevante factor bij de ontwikkeling van ziekte. Nou, als het goed gaat, dan ziet u, wordt u succesvol ouder. Maar vaak is dat niet het geval. En zeker als je erg oud wordt, dit is. Een ets van Rembrandt van Rijn, die te koop is, of te koop was, op de TV van 2014. En hier ziet u rechts een weergave waarbij de leeftijd in jaren uitgegeven is tegen de prevalentie. En u ziet de rode lijn, die loopt vooral op, dat is de ziekte van Alzheimer, vergeleken bij andere vormen van dementie. Dit gaat over Alzheimer. Komt u rustig binnen. Wacht ik even. Nogmaals, ik wou zeggen, veroudering is de meest relevante vorm bij ontwikkeling van ziektes. En dit is de leeftijd uitgezet tegen de prevalentie. Je ziet dat vooral bij de ziekte van Alzheimer dus een enorme toename is bij het ouder worden, zeker als je ouder bent dan 80 jaar. Dit is aderverkalking, vasculaire dementie, dit is de ziekte van Parkinson. En er zijn vele andere typen van dementie. Maar dit is de meest prevalente vorm. Het, van het aantal dementen, dus momenteel ongeveer 200.000 in Nederland, zijn er zeg maar 80% heeft de ziekte van Alzheimer. Dus daar zijn wereldwijd heel veel mensen, heel veel onderzoekers mee bezig. Ik schat ongeveer tussen 20.000 en 30.000. Goed, mijn naam is dus Fred Verleeuwen. Ik werk hier als universitair hoofddocent. De afdeling neurowetenschap. En dat is gelegen in Plantwijk. Oké. Dit is dus de ziekte van Alzheimer. En ja, dit is de eerste patiënten. Ongeveer 100 jaar geleden beschreven door Alois Alzheimer. En vandaar dat het ook de ziekte van Alzheimer heet. En toen het brein bekeken werd, zag het er zo uit. Geleken wij niet in de mentale controle. Je ziet dus dat de grote verschillen zijn. Er zijn die dementie controle hersenen wegen ongeveer 1400 gram. En van mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer, en dan ook in, bijzonder bij het syndroom van Down, is dat teruggelopen tot ongeveer 1000 gram.
En u ziet dat grote ruimtes open zijn. Er is sprake van hersenkrimping. Goed, maar ik wil eerst iets zeggen over de nieuwe mentcontroles, wat getallen. Dus allereerst dan nog iets over of de ziekte Alzheimer erfelijk is. Dat staat hier weer gegeven. De ziekte van Alzheimer, daar onderscheiden we eigenlijk twee vormen. De vroege, het vroege begin, dan ben je jonger dan 65 jaar. Dat is vrij zeldzaam zoals je ziet. En de late aanvang na het 65e jaar is veel, veel duidelijker aanwezig. Er zijn veel meer mensen die die ziekte hebben. Als je dan het gele punt dan weer uitsplitst naar de verschillende vormen, dan ziet hij dat echt erfelijk maar een heel klein percentage is. Dat zijn de autosomaal dominante vormen die overerven door een bepaald geneffect. Daar kom ik zo nog op terug. Maar je ziet zowel in de gele punt als in de blauwe punt dat de sporadische gevallen echt het overgrote deel vormen van de ziekte van Alzheimer. Dus de normale brein, de gezonde hersenen, dat wilde ik net over hebben. Ja, vroeger, zeg maar, ruim 100 jaar geleden, wist men, ja, je hebt een grijze massa, je hebt een witte stof. Maar eigenlijk met de komst van de microscopie, die eigenlijk geïntroduceerd is al veel eerder door de Antonie van Leeuwenhoek, is het zo dat een beschrijving is gekomen, dank u wel, over hoe de hersenen in elkaar zouden zitten. Dus je hebt dan een sterk oplossend vermogen en dan kan je eigenlijk in de hersenen kijken. En deze meneer, Ramanin Gal, die reeds 1960 de Nobelprijs kreeg voor geneeskunde, kon dat, met een pentekening beschrijf je eigenlijk nauwelijks fotografie. En hij heeft echt prachtige tekeningen gemaakt. Hij is eigenlijk een soort kunstenaar. En er is vlakbij het stadion van Real Madrid in Madrid zelf nog een Museo Cajal, waar je al die pentekeningen kunt bewonderen. En ja, dit is echt een hele mooie wanddecoratie. Ik heb er zelf eentje hangen in mijn appartement hier. Goed, dat is meneer Cajal. En zo waren er dus een aantal andere mensen die dat konden, die hersenen konden beschrijven. Er bestond de grijze stof vooral uit cellen. En zo'n cel die staat hier weergegeven. Nou, nu enkele data over het aantal cellen in de hersenen. We hebben maar liefst 10 tot 11 zenuwcellen, neuronen genaamd. Het aantal synapsen per neuron is ongeveer 2500. En in de hersenen hebben we er ongeveer 10 tot de 15. Misschien vraagt u zich af wat een synaps is. En dat is een contactplaats tussen twee zenuwcellen. Er zijn, dat weten we inmiddels sinds een jaar of 20, 25.000 genen is eigenlijk heel weinig. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met rijst, die heeft er 50.000. Dus we gaan heel goed om met de hoeveelheid genetisch materiaal. Want bijvoorbeeld in de synaps, dat weten we sinds kort, zijn er liefst 300.000 eiwitten. Ontzettend veel. Dan binnen de hersenen heb je nog een enorme heterogeniteit. Er zijn 1000 tot 10.000 verschillende type neuronen. Dan iets over de ziekte van Alzheimer. Ik zei al reeds dat er te veel waren. In Nederland zijn het 160.000 en wereldwijd minstens 20 miljoen. Dus ja, dat is iets waar we aan moeten werken. Zeker omdat we te maken hebben met de babyboom generatie. Dus na de Tweede Wereldoorlog hebben we een enorme geboortegolf gehad. En we verwachten in Nederland in de komende decennia ongeveer een verdubbeling van het aantal Alzheimer patiënten. En die zijn natuurlijk de hele naastomgeving leidt van, maar ook de hele maatschappij. Want het opnemen van deze mensen in de huizen, voor zover het nog mogelijk is, kost ontzettend veel geld. Goed, weer even terug naar de ziekte van Alzheimer. Hier ziet u weer die taartpunten. Om even te richten op de ziekte van Alzheimer. Het is dus een heel heterogeen ziektebeeld.
Het is zogenaamd multifactorieel. Daar ga ik u nu iets over vertellen. Als je een demente persoon ziet als arts, dan vraag je af, nou, kan het de ziekte van Alzheimer zijn? En je kunt het pas definitief na de dood vaststellen. En dat zie je doordat je dan in die microscopische preparaten de zogenaamde plaques en de tangles ziet. Wat we ook weten inmiddels is dat er een verlies is aan synapsen. Maar als we dit zien, als de neuropatholoog dit ziet, dan weet je zeker dat je te maken hebt met de ziekte van Alzheimer. Goed, dan gaan we die dus verder bekijken. Hij is multifactorieel, zoals ik zei. Zijn oorzaken en risicofactoren? Nou, natuurlijk, de genetische make-up. Ik had het over erfelijk. Ja, het is erfelijk, maar in een heel klein percentage van het aantal mensen. En dat zijn vaak de vroege vormen van de ziekte van Alzheimer. En dat is in het amyloïdecursor eiwit. ABP. Dus geen app, maar een ABP. Dan hebben we de presenilines. Die zijn wat later ontdekt. Met mutaties. Maar dat betreft maar een minderheid van het aantal Alzheimer gevallen. Er is ook een risicofactor. En dat is het ApoE lipoproteïne polymorfisme. Als je dat... als je daar een bepaalde isoform van hebt, dan heb je meer kans op de ziekte van Alzheimer, het ontwikkelen ervan. Maar in wezen weet het niet. Er zijn heel veel theorieën en ik ga er eentje vandaag uitlichten. En dat staat op degene die ik zelf voor het grootste deel beschreven heb. Maar eerst dan natuurlijk veroudering. Veroudering is de meest belangrijke vorm van ja, waarom je ziekte van Alzheimer krijgt. Maar dat is redelijk vaag. Nou, neuronale activiteit, dat is ook iets. Daar werkt vooral bijvoorbeeld Dick Swaap aan in Amsterdam. Die heeft het over use it or lose it. Dan oxidatieve stress. U kent allemaal wel de verhalen over de oxidatie van eiwitten. En over middelen om daar tegen te gaan. Nou, ik heb hier puntjes neergezet, omdat er dus een dicht aantal andere factoren zijn, zoals de epigenetica in zwak momenteel, maar ook het woord seeding. Dat ga ik niet verder uitleggen, maar dat betekent dat een neuron een bepaalde stof bevat en dat die overgaat net als een virus van het ene op het andere neuron. Dat voert ver nu om daarop in te gaan. Ik ga het hebben over moleculaire leesfouten, waar ik opgestuurd ben. En in wezen, die andere factoren vormen de meerderheid van de Alzheimer gevallen. Is dat allemaal duidelijk? Of zijn er inmiddels vragen? Zegt u het maar dan. Mag ik ook? Ja, Brian. Nou, ik had vandaag wel op zitten lezen. En ik vroeg me af, dat het wordt altijd als risicofactor. Ja, timing factor, ja. Maar je kunt er wel een muismodel mee maken. Ja. Dus dat is toch heel penetrant, dus ik kan niet ja. Echt meer... Het schuift op richting genetische make-up, maar het is niet helemaal het geval. Maar ja, in al die studies blijkt dit toch wel een heel belangrijke factor te zijn. Dus het is niet helemaal... het is een polymorfisme. Maar het is heel penetrant. Ja, ja, ja. Het schuift op richting genetische make-up. Goed, wat zijn moleculaire leesfouten? Nou, we graven even in het, u kent allemaal de term DNA. Want DNA bestaat allemaal uit deeltjes, dat zijn de baas. En worden ook wel nucleotiden genoemd. Wat wij hebben gevonden destijds, dat, daar komt zo nog op deze hele volzin terug, die nucleotiden doen leetjes in simpele monotone basissequenties van het RNA. Bijvoorbeeld GA en GAG. Dus lang voor Lady Gaga bekend werd, hebben wij al dit naar voren gebracht. Goed, hoe ziet het er dan uit? Nou goed, ook in de wetenschap zijn er dogma's in, zoals in de kerk. We hebben DNA, dus iedereen weet dat. Dan ga je naar RNA, dat is het boodschappermolecuul. En het boodschappermolecuul zorgt voor een eiwit. Nou, dit gaat dus bijna altijd goed. Maar soms kan het DNA verkeerd worden afgeschreven. Dus die streepjescode van de hersenen, zoals we het DNA van de cellen, zoals we het kunnen noemen, dat kan soms bij het afschrijven fout gaan in die zogenaamde GA-GAG-motieven. En dan krijgen we een eiwit dat anders
een RNA wat anders is, dat heet het mutant RNA. Maar dat wordt dus ook afgeschreven en dan krijgen we een eiwit met een normaal kop en een afwijkende staart. Nou goed, dat hebben we destijds gevonden. En ja goed, dat is nog een redelijk vraag voor u, maar wat het betekent, ga ik zo uitleggen. Een molecuul wat zeer sterk geconserveerd is van gist tot de mens, is een eiwit dat heet ubiquitine B. Bestaat uit 76 aminozuren. En hier ziet u een driedimensionale structuur van de crystallografie. Daar ga ik niet verder op in. Maar je moet weten dat binnen zo'n cel, die ik net noemde, met het plaatje van Ramon en Cajal, dat 5-8% van alle eiwitten elke dag wordt afgebroken. Dus dat is heel erg energieconsumerend en dat moet allemaal goed gaan. Met dat door middel van onder andere dit molecuul. En de functies zijn onder andere van dit molecuul, dus die afbraak van die eiwit, zoals ik net zei. Maar ook de vorming en de functie van die contactplaats in de synapse en het onderhoud van al die neuronale netwerken. Want dat hebben we maar liefst 10 tot 11 neuronen. Dat moet allemaal met elkaar praten en op een hele gecoördineerde manier, omdat we heel snel moeten kunnen reageren. Ja, en wat ik net zei over die moleculaire leesfouten, ook het DNA voor ubiquitine kent deze moleculaire leesfouten, resulteren in het ubiquitine. In een andere leesnaam uitgelezen en dat staat dan hier, dat heet het ubiquitine plus 1. Het is dus anders dan het ubiquitine B. Ik ga niet in de details, maar voor de ontdekking van dit molecuul, het ubiquitine B, heeft Aaron Chicanover de Nobelprijs in 2004 gekregen en hij was een jaar geleden de TVAF-professor voor de Universiteit van Maastricht. Heeft hier een aantal lezingen gegeven. Goed, het is dus een eiwit wat sterk geconserveerd is, zoals ik net zei. En het eiwit, ja, wat is dat? Dat is een eiwit wat betrokken is bij de afbraak van die van andere niet relevante eiwitten of eiwitten die fout gevouwen zijn of toxisch mogelijk zijn, die moeten worden afgedroogd. En zo'n eiwitje, dat staat hier weergegeven, en dat moet dus afgebroken worden door een structuur en dat heet het proteasoom. Dat staat hier weergegeven. Dus hier heb je dat ubiquitine, en dat ubiquitine molecuul, dat wordt gehecht aan zo'n af te breken eiwit. En wordt ook wel de vlag des doods genoemd. En dat gaat dan vervolgens in deze soort cellulaire verstipperaar, een shredder. En dat bestaat uit verschillende delen. En ik ga je nu, als het goed is, in een animatie laten zien hoe dat werkt. Dus die proteasomen komen dus voor in die neuronen. En deze animatie is gemaakt door Janet Iwanza, de University of Utah. En het ziet er best aardig uit, moet ik zeggen. Dus ik ga nu even kijken of dit gaat lukken. Dat gaat dus niet goed. Kijk hoor. Nee. Net deed hij het wel. Nee. Jammer eigenlijk. Animatie. Ik ga het één keer proberen. Is als je het goed. Ja, dat is het. Ja, dat maakt het gewoon. Doe het gewoon niet meer. En dan mag je hem een groot maken. Ja. Kijk, hier ziet u dat proteasoom. Hier komt een af te breken eiwit aan. Dit zijn die ubiquitine moleculen. Dat gaat dan door deze shredder heen, snipperij. En dan komen de eiwitten vrij in het cytoplasma, in de cel. En je ziet het groen wordt steeds kleiner.
En deze molecuultjes, die ubiquitines, die komen weer vrij, worden hergebruikt. Dit is de werking in een cel van zo'n proteasoom. En er zitten er honderden in zo'n cel. Niet alleen in de cel zelf, maar ook in de vezels. Die zorgen voor een verwerking van de af te breken eiwit. Nou, kijk, nu is het groen op. Wil ik even terug. Juist. Bedankt. Zijn er nog vragen over de werking van zo'n afbraakmachine in de cel? Is het duidelijk? Of, ja? Dus elke cel heeft onder van die complex van eiwit die andere eiwitten afbreekt. Het proteasoom. Nou goed, als gevolg van die moleculaire levensfase van het ubiquitine-gen wordt het eerst het ubiquitine doorheen gevormd. Dat heb ik net uitgelegd. En dat stapelt in neuronen bij de ziekte van Alzheimer. En dit werk hebben we destijds in Science gepubliceerd. Dat is een vooraanstaand wetenschappelijk blad. Er ligt zelfs de cover. Dus dat geeft aan dat men het toch wel belangrijk vond. En er is inmiddels gebleken dat dit ubiquitine door 1 de afbraak van vele toxische eiwitten door dat proteasoom remt. Dus dat is mogelijk iets wat van belang is bij het begrijpen van de ziekte van Alzheimer. Want als het niet goed gaat, dan krijg je dit soort effecten in de cel. Net als een grote stad waar de vuilnisdienst niet werkt, dan krijgen we dus problemen. Het moet goed gaan allemaal dit. Maar ja, even dingen. Als je ouder wordt, dan heb je geheugenverlies. Voor Bob Dylan, al reeds in 2001 had last van geheugenverlies. En ik heb begrepen uit NRC dat hij tegenwoordig in zijn concert eigenlijk niet meer om aan te horen is. Nou, als je de ziekte van Alzheimer hebt, John de Koning is daar een voorbeeld van, dan kan je toch nog in abstract expressionisme heel wat doen. Dus meneer de Koning is ondanks de diagnose ziekte van Alzheimer gewoon doorgaan met werken. Dus je bent niet helemaal verloren. Oké. Er zijn natuurlijk altijd mensen die denken, ja, er komt een doorbraak. Dus regelmatig hoor je het over, hebben de media het over doorbraak of een geheugenpil tegen de ziekte van Alzheimer. Dat is al heel lang geleden. Maar elke keer blijkt het toch weer vals hoop te geven. En eigenlijk is het stand van zaken nu dat die berg afval in de hersenen nog steeds enorm is. Maar ja, goed, er is hoop. Ik zelf denk dus dat het een van de oorzaken van ziekte van Alzheimer gelegen is in een goed opruimmechanisme. En ik heb deze week een foto gemaakt van hier in deze straat. Dit is zo'n ophalen en er staat afval, er is altijd een oplossing voor. En daar wil ik het eigenlijk bij laten, want kijk, voordat er dus witte rook verschijnt, is er nog heel veel onderzoek nodig. En het laatste filmpje, het is een heel recent filmpje. Als het goed is, gaan we dat weer bekijken. Kun jij weer even helpen zo? Ja. Dit is een filmpje, komt het als het goed is. Ja, even. Internet verbinden dus. Ja, als het goed is, heeft het internet toch? Ja. Juist. Dit is een trailer. Gemaakt hier op de universiteit. Die we ook gebruiken voor het onderwijs.
ziet hoe. Ik geef aan hoe. De neuropatholoog kijkt. Daarmee wil ik het maken. Dank u voor uw aandacht.